je in alle geuren en kleuren en ze zijn natuurlijk onmisbaar in een mooie tuin. Vandaag heb ik afgesproken met Jos Ruimakers van Natuurpunt in een prachtig natuurgebied in Diepenbeek. En we gaan samen op zoek naar wilde bloemen. En ik laat je ook zien hoe je een vogelkooi op een andere manier kan gebruiken. Dit is Ching Ching Tuin. Welkom! Dit is het, hè? Ja, het is een mooi open landschap hier, hè? Ja, prachtig, hè? Echte bloemenwei. Zoals je die bij je thuis eigenlijk ook kunt hebben. Ja. En bedoel je dan gewoon het gras niet meer snoeien of zijn er echt wel bepaalde technieken voor? Wel, er komt wel iets meer bij kijken dan het gras niet meer maaien. Ja. Dus, het begint eigenlijk met verarmen. Dus in de natuur, hoe meer je verarmt, hoe rijker je natuur wordt. Dat is een algemene stelregel en die geldt ook voor een bloemenweide. Okay. Dus als je gazon hebt en je hebt dat vroeger nog bemest, dan moet je eigenlijk eerst het gras laten groeien, afmaaien en afvoeren. En dat een aantal keren doen of een paar jaar volhouden, totdat je ziet dat de hoeveelheid gras vermindert. En dan kan je eigenlijk bloemen tussenzaaien. Ah ja, en dat zijn dan die speciale pakketten die je in tuincentra vindt? Je kunt die tegenwoordig al in tuincentra vinden. Je moet wel goed opletten wat je koopt, omdat in heel veel bloemenmengsels zitten niet-inheemse planten. En voor een blijvende bloemenweide die voor vlinders en bijtjes interessant is, dan ga je best naar de inheemse soorten. Ah. Maar die kun je tegenwoordig ook al met zaadpakketjes bestellen. Zowel voor rijkere grond uit Haspengouw als voor zandgrond uit de Kempen. Maar kijk, specifiek voor de regio's dan? Ja, want bijvoorbeeld in de pakketjes voor de zandgrond, daar ga je dingen tussen vinden zoals knolsteenbreek of biggekruid. En in Haspengouw heb je dan pinksterbloemen en koekoeksbloemen. Dus een heel ander aspect van kleuren, heel andere plantjes. Het kan, als, met een beetje geluk, als er bij u in de buurt nog een goede wegberm is, die beheerd wordt zoals het hoort, hè, dus niet maaien voor 15 juni, dan staan die planten ook nog in die wegberm. En dan kunnen ze zich van daaruit spontaan in uw bloemenweide gaan vestigen. Dus eigenlijk, als we heel veel bloemen en bijtjes willen, moeten we een beetje onze tuin tussen haakjes laten verwilderen. Wel, je kunt het ook anders bekijken. Hè. Een gazon, daar word je ook een beetje een slaaf van, want in het groeiseizoen moet je dat wekelijks maaien. Enzovoorts. Terwijl als je daar een bloemenweide van maakt, dan moet je daar twee keer per jaar een beetje in werken. Hè. Dan moet je dat ene keer afmaaien. Oké, dat maaien kost dan iets meer moeite. En je moet dat maaisel dan ook nog afvoeren. Het is wel een avontuur, denk ik. Het is een beetje een avontuur, maar aan de andere kant heb je dan ook enorm veel tijd om in je zetel lang uit te gaan liggen genieten van die mooie bloemetjes en van de vlindertjes die daarop komen. Zeg Jos, wat staat hier nu allemaal? Want thuis hebben ze mij geleerd dat dit onkruid allemaal is. Ja, dat zijn allemaal wilde bloemen natuurlijk. Wij noemen dat geen onkruid en zeker in een bloemenweide past dat, wilde bloemen. Ja. En hier staan we eigenlijk net bij een heel interessant exemplaar. Dit is knolsteenbreek. Tegenwoordig vind je die bijna alleen nog maar in natuurgebieden. Maar vroeger stonden de hele beemden, dus de iets of wat vochtiger stukken, landbouwgrond, kijk eens hier. Die stonden vol met deze witte bloemetjes. En dat is echt magnifiek als je dat ziet. Ja. Past heel goed in je tuin. Maar dan ben je wel al even bezig. Dus dat is niet, dat komt iets niet, wat zomaar. Niet iets wat je het eerste jaar kan verwachten. En waarschijnlijk ga je dat met zaad moeten inzaaien. Ja. Het is een vast plantje. Maar in de, het komt nog maar weinig voor. Het is vrij zeldzaam. Dus spontaan in je tuin, dat is niet evident. Ah, oké. Okay. Voilà, en hier hebben we een ander interessant plantje, zenegroen, voluit kruipend zenegroen. Kun je trouwens ook als bodembedekker gebruiken, zelfs onder struikjes. Dus je kunt dat echt, dat bedekt echt de bodem, heeft uitlopers. Dat is wel mooi inderdaad, als je op en die is ook manier heel gaat werken. Hè? Heel interessant voor hommels en andere insecten, ook vlinders. Dus dat is ratelaar. Die heeft zijn naam eigenlijk omdat als die zaadjes rijp worden en je rammelt daarmee, dan doet dat gelijk zo'n ratelaar voor kleinkindjes. Maakt een beetje lawaai.
Okay. Maar dat is eigenlijk een halfparasiet, noemen wij dat. Heel interessant voor in uw bloemenwei, als je wat al gevorderd bent. Mm-hmm. Omdat die heeft zijn eigen blaadjes. Dus zijn zonne-energie capteert hem zelf. Maar hij heeft eigenlijk geen wortels. Hij infiltreert in de wortels van gras. En hij verzwakt dus het gras. En doordat hij het gras verzwakt, krijgen bloemen, zoals die knolsteenbreek, maar ook andere, ja, meer licht en meer kans om te groeien. En dus die ratelaar, als de grasgroei al een beetje is afgenomen, dan krijgt hij mooie groeikansen en dan verzwakt hij de grasgroei nog meer. En dan krijg je dus nog meer bloemen. Dus dat is een soort katalysator, zeg maar. Ja, ja, ja. Een versneller. Om eens je goed op weg bent om nog een goede stap voorwaarts te zetten. Eentje om te onthouden als je zo'n bloemenweide in en dus ook zoiets, ratelaar, ook dat zaad is in de gespecialiseerde handel te verkrijgen. Oké. Okay. En staan hier ook eetbare planten tussen? Ja, er zijn veel eetbare planten. De meeste planten hier in zo'n bloemenweide, die zijn natuurlijk vooral eetbaar voor vee, paarden en koeien. Daar zijn er een... Ja, ik wil jullie niet beledigen elke. Maar er zijn er een paar tussen die wij als mens ook best wel lekker vinden. En ik zie er hier eentje staan. Ja. Hier, dit is veldzuring. Ah. Dat zijn dus die plantjes met die blaadjes die zo'n beetje geoord zijn. Dus met zo'n twee oortjes aan. Okay. En die mag je gerust proeven. Ik ga er zelf ook eentje nemen. Als moet je me ik niet betrouwt. Dat zeggen? Nee, dat hoeft niet. Gewoon proberen. Dat is best lekker. Een beetje fris zuur voor in een zomerslaatje. Mm. Echt lekker. Ja. Ja, elke zo'n bloemenweide is natuurlijk heel interessant voor heel wat verschillende planten. Maar niet alleen daarvoor, want er zijn ook massa's insecten, zoals vlinders, die daar eigenlijk ook van leven en op al die bloemetjes afkomen. En om dat te bewijzen, ga ik er eentje voor u proberen te vangen. Allee, ik ben benieuwd. Op die gele bloem. Hey Jos! Ja. Ja. Mozie. En wat is dit? Dat is een witje. Daar zijn dus een vier, vijftal soorten en ik durf zo uit het hoofd niet zeggen welke soorten. Lichtwit, donkere wit, nee, beige. Een groot koolwitje, een klein koolwitje, een geaderd witje, een klein geaderd witje en ook nog een boswitje. Dus dat zijn er al vijf. Het is de eerste die ik dit jaar vang, dus ik moet mijn kennis nog wat opfrissen. Ja. Zeg Jos, hoeveel soorten vlinders hebben we hier in Vlaanderen? Als je al alleen spreekt van zoveel soorten witjes. Ja, ik denk qua dagvlinders, want je moet een onderscheid maken tussen dagvlinders en nachtvlinders. Ik denk met dagvlinders een 70-80. En nachtvlinders, dan spreek je echt over 700, 800. Dat zijn de motten, dat wil zeggen. Dat zijn de motten, ja, maar ik vind dat een lelijk woord. Terwijl er zo'n prachtige diertjes bij zijn. Hè. Ja. Hij is wel heel rustig, hè? Hij is toch niet ziek, hè, Jos? Want... Nee, hij is niet ziek, maar hij waarschijnlijk weet hij dat wij alle twee vlinderliefhebbers zijn. Ja, dat is wel waar. Kijk, deze hebben we daar straks al gevangen. Dit is een mannetje oranje tip. En als je goed kijkt, is, in het midden is wit. Dan heb je een grote oranje vlek. En daarbuiten heb je een beetje zwart. Ja. En dat zwart dat zie ik daar ook. Dat komt hier ook wel terug. En dan heb je daar zo'n soort zwart vlekje in dat oranje. En hier heb je ook zo'n zwart vlekje. Dus ik vermoed, ik zal het straks eens opzoeken, maar ik vermoed dat we mannetje dus, en vrouwtje... Dit is eigenlijk een koppeltje. Wel, ik vermoed dat als ik deze loslaat, dat die daar achteraan gaat. Ah ja, ik zou die dan al daarbij in een toosje gaan zetten. Het is wel voor plus 18 dan, hè, wat er gebeurt. En stop.